In deze film verberg ik mezelf achter een lantaarnpaal. Een redelijk eenvoudige klus waar je maar twee foto's voor nodig hebt. Dat is er allereerst eentje van iemand, of jezelf in dit geval, eh, achter een lantaarnpaal. En dat is een foto van de lantaarnpaal zelf, zonder iets erop. De foto van mezelf uh, heb ik gemaakt met de timer van de camera. Je kunt op je camera een uh, zelfontspanner instellen. Dan wacht die 10 seconden met het maken van de foto. Kon ik op mijn gemak naar de lantaarnpaal lopen en er even omheen staan. De andere foto heb ik gewoon gemaakt van achter de camera. Belangrijk is, is dat je een statief gebruikt. Zodat je camera stabiel staat en hetzelfde blijft staan. Want de twee foto's moeten eigenlijk zoveel mogelijk op elkaar lijken. Eigenlijk gewoon exact hetzelfde zijn. Ik begin met de foto van mezelf. Deze ga ik bovenop de foto zetten zonder mezelf. En dat doe ik gewoon door de laag op te pakken. Als ik erboven ga staan, wordt het een handje. Hou ik hem dan ingedrukt. Dan kan ik hem slepen naar de andere foto. En daar kan ik hem loslaten. Dat doe ik ongeveer in het midden. Komt even niet helemaal zo precies. Want dat gaan we ook nog corrigeren. Zet ik hem uit, dan zie je dat er een verschil is in de lagen. Je ziet bijvoorbeeld de lantaarnpaal hierachter. Deze staat een beetje meer naar links onder dan bij deze foto. Laat ik ze eerst even globaal in het midden zitten. En dat doe ik door gewoon de complete laag te selecteren met Ctrl A. Hier naar het verplaatsgereedschap te gaan. En hierbovenop uitlijnen in het midden. En ook verticaal uitlijnen in het midden te kiezen. Ctrl D om de selectie op te heffen. Theoretisch staan de foto's nu exact op elkaar. Alleen in de praktijk is dat niet helemaal waar. Als ik even de lantaarnpaal hierachter pak, je ziet dat er toch een heel klein verschil in zit. Photoshop kan dit zelf voor ons oplossen. En dat doe je eenvoudig door allebei de lagen te selecteren. Er is er nu één geselecteerd en hou je de ctrl ingedrukt en selecteer ik in dit geval achtergrond erbij. Zijn ze allebei lichtgrijs en dan ga je hierboven naar bewerken en dan heb je daar lagen automatisch uitlijnen. Wat je hier moet kiezen, dat is eigenlijk gewoon automatisch linksboven. Druk op OK, Photoshop gaat aan het rekenen en lijnt ze gewoon netjes uit. Zoom ik nog een keer in op de lantaarnpaal, dan staan ze nog niet helemaal perfect. Photoshop is ook niet feilloos. Hè? Mijn eigen laag staat iets te hoog. Dus als ik die laag selecteer, het verplaatsgereedschap en gewoon met de pijltjes toetsen een paar keer naar beneden druk. Dan kan ik hem handmatig eigenlijk wel gewoon prima neerzetten. Eventueel zou je ook nog wanneer je inzoomt, stel dat de laag, euh, ik noem maar wat, er helemaal naast zit. Als je de dekking verlaagt, dan kijk je er als het ware doorheen. En dan zou je hem op die manier nog gewoon heel precies kunnen plaatsen. Aangezien ik dus. Te dik ben om achter een lantaarnpaal te staan. Wil ik alles wat links van de lantaarnpaal staat. eigenlijk weggooien in deze foto. Behalve mijn hand. En dat ga ik doen met een masker. Ik pak daarvoor het lasso gereedschap. En trek gewoon een selectie om mezelf heen. Ik begin boven mijn hand in dit geval. En onder in de paal laat ik hem gewoon los. En hij trekt daar een rechte lijn door. Op zich vrij ideaal, behalve hier bij de handen. Ik ga weer even terug naar het Lasso-gereedschap. En als ik nou de Alt ingedrukt hou, dan kan ik iets van een selectie afhalen. Dus ik snij mijn vingers daar gewoon netjes uit. En dat doe ik ook hieronder. Ik zoom nog even wat meer in om dat gewoon heel netjes te doen. Met de Shift ingedrukt selecteer ik er weer een klein beetje bij. Want ik wil natuurlijk niet dat mijn blauwe trui ook nog een stukje zichtbaar is. En het zou heel raar zijn als mijn handen voor de lantaarnpaal wel zichtbaar zijn en dan de nagels net niet. Nu heb ik dus heel grofweg eh, alles aan de linkerkant van de lantaarnpaal geselecteerd wat weg mag vallen. En dat doe ik eenvoudig via een laagmasker. Zou ik nu klikken, dan blijft alles wat geselecteerd is, mijn lichaam aan de linkerkant, dat blijft behouden. Maar om dat juist weg te halen, hou ik de alt ingedrukt en klik ik hieronder op het maskericoontje. En je ziet, ik ben er praktisch al. Dan zoom ik nog even in op mijn nagels, want dat is nog niet helemaal goed gegaan. Dit masker kun je nog een beetje aanpassen. Waar het zwart is in het masker, dat is niet zichtbaar. En waar het wit is, is het wel zichtbaar. Dus als ik nu met een kwast aan de slag ga. En in het masker met een klein kwastje even langs de randen ga, dan is dat eigenlijk prima te doen. Theoretisch ben ik er in de praktijk nog net niet helemaal. Waarom niet? Nou, laat ik even inzoomen. Je weet dat we daar straks een lijn hebben getrokken, ongeveer dwars over de paal. En die zie je eigenlijk op sommige stukken nog wel een klein beetje terug. Als ik het bijvoorbeeld de bovenste laag even uitzet, let goed op de paal. Er zit een piepklein verschil in. Die overgang die ga ik een klein beetje verzachten. Ik hou de Alt ingedrukt en klik één keer op het masker. En ik krijg dan het masker te zien. En wat ik eigenlijk wil gaan doen is gewoon langs de randen een zachte uh, rand maken. Dat zou je met de doezelaar kunnen doen. Als ik die bijvoorbeeld even activeer dan zie je dat die rand zachter wordt. En dan valt het effect minder op. Alleen is het probleem dat bij mijn vingers die rand ook zachter wordt. Dus ik zal dat handmatig moeten gaan doen. Doe ik weer gewoon met de borstel. Ik maak hem in dit geval wat groter. Ik maak hem wel lekker zacht. En ik ga gewoon even langs de rand. Ik ben niet bang om fouten te maken. Ga je te ver, kun je het altijd natuurlijk nog met wit uh, weer aanpassen. En zo ga ik langs de hele rand. Komt even niet super nauwkeurig. Op de stukken waar het eigenlijk hier aan de buitenkant niet van toepassing is, kun je de kwast nog veel groter maken. Het gaat er maar over dat je een geleidelijk verloop krijgt daardoor. En kom ik weer terug bij mijn vingers, zoom ik weer in, maak ik de kwast weer kleiner, zet ik beide lagen weer aan en ga ik hier handmatig nog even een beetje aan de slag. Gewoon op gevoel. En zo klopt die wel vrij aardig. En je ziet, het is dus eigenlijk in een handomdraai gebeurd. Op deze manier kan ik wel achter een paal staan. Ik zou zeggen: Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer, en doei-doei.